Kunt u zich iets voorstellen bij dat woord poppenkast? Dat mensen dat gevoel krijgen. Kunt u zich dat voorstellen? De klimaatverandering dwingt ons allemaal om ons aan te passen aan een nieuwe realiteit. En inmiddels krijgen we daar ook achter onze eigen voordeur mee te maken. Bijvoorbeeld als de gemeente beslist dat jouw huis van het aardgas af moet. Dus cv-ketel eruit en elektrische kookplaat erin. Vanavond gaan we in gesprek met woningbouwcorporaties, met de gemeente, hopelijk ook met bewoners, dat weet ik eigenlijk wel zeker, over de vraag hoe deze hele transitie tot nu toe loopt en hoe we vooruitkijken. Catharina, jij bent journalist bij Life Journalism. Mm-hmm. En jij onderzoekt sinds dit najaar, zoals ik zei, de enorme transitie van het gas af. Ja. We richten ons voornamelijk op de sociale huurwoningen. Kun je iets vertellen over hoe het onderzoek er de afgelopen maanden uit heeft gezien? We zijn inderdaad ongeveer september en augustus begonnen met het onderzoek. En Life Journalism is altijd erg gericht op zoveel mogelijk de wijken in te gaan. In Amsterdam is het zo, dat weten denk ik de meeste mensen hier in de zaal ook wel, dat het van het aardgas afgaan is begonnen in Amsterdam-Noord, Nieuw-West en Zuidoost. En dat zijn ook precies de drie stadsdelen waar we ook veel zijn geweest. We hebben veel met bewoners gesproken, bewonerscollectieven, bewonerscommissies, flatvertegenwoordigers. Maar wat ik vooral begrijp is de impact ervan, van die verandering in een woning. En hoeveel zeggenschap je daarover kan hebben. En hoeveel zeggenschap je misschien ook wel niet daarover hebt als huurder. En wij focussen ons op die sociale huur in Amsterdam. En dat doen we omdat die zijn breed vertegenwoordigd in die proeftuingebieden in Amsterdam. Waar besloten is om te beginnen met deze transitie. En dat zijn ook tegelijkertijd de mensen die het meest afhankelijk zijn van hun woningbouwcorporatie. Van het feit dat zij in die volkshuisvesting kunnen zitten. Die hebben dat ook nodig. Maar dat zijn ook in veel gevallen, niet in allemaal, kwetsbare mensen. Mensen die misschien ook al met andere dingen dealen en worstelen. Die op een minimuminkomen of bijstand wonen. En dat is voor ons interessant om te kijken hoe krijg je iedereen om tafel. En hoe wordt er eigenlijk omgegaan met van het gas afgaan. Ja, precies. Daar gaan we het vanavond uitgebreid over hebben. Ik nodig graag mijn sprekers van het eerste panel uit. Dat zijn Frans van den Kerkhof, Erik Nagegast en Rozemarijn Doornewaard. Frans van den Kerkhof hier aan deze kant van mij. Je bent directeur vastgoed bij woningbouwcorporatie Eigen Hart. Recht tegenover jou zit jouw evenknie, de vastgoeddirecteur van Rochdale. En dan zit schuin tegenover mij Rozemarijn. Jij bent van de gemeente Amsterdam. Teamleider van het team Energietransitie in de gebouwde omgeving. Dus dat enorme project van het gas af, dat leid jij in ieder geval vanuit de gemeente. Rozemarijn, ik wil even bij jou beginnen. Er is besloten om toch voor een deel in relatief kwetsbare wijken te beginnen met deze transitie. Wijken waar veel sociale huurwoningen zijn, waar ook veel gebrekkig onderhoud is, waar soms ook het vertrouwen van huurders naar hun corporaties niet optimaal is. Haal je niet een heleboel op de hals om juist in die wijken te beginnen? Hele goede vraag, denk ik. Ik denk dat we vanuit de gemeente is ongelijk investeren voor gelijke kansen een heel belangrijk speerpunt. Dus we hebben nu juist als gemeente geld om hierin te investeren. En dat doen we juist het liefst richting de doelgroepen die dat het hardst kunnen gebruiken. Dus die juist deze transitie niet eigenstandig kunnen doormaken. En die dat niet helemaal zelf kunnen doen. Dus dat is een hele belangrijke reden om hier te starten. Tegelijkertijd proberen we in de aanpak aan te sluiten bij de renovatieplannen van de woningbouwcorporaties. Dus dat de woningen gelijk helemaal worden aangepakt. Goed geïsoleerd, een andere warmtevoorziening. En dat is ook juist nodig in die huizen die al, nou, die echt toe zijn aan een beurt, om het even zo te zeggen. Kunnen jullie dat ook waarmaken? Dat ieder huis dat aan het warmtenet gaat ook gelijk helemaal een isolatie-upgrade krijgt? Zeker. We hebben natuurlijk meerdere opgaves. Van het gas af is er één van. Maar we willen ook graag goed geïsoleerde woningen en goed geventileerde woningen. En daar sturen we al een hele tijd op met richting EFG 0 in 2028. Dus de laagste energielabels gaan eruit? De laagste energielabels gaan eruit, maar dat is niet het enige wat we doen. We nemen daarin ook betere labels ook mee. Dus we hebben ik denk alle corporaties al een jaar of 5, 6 een programma waar we verduurzamen versnellen. Dus dat spoor van aardgasvrij klaarmaken, dat loopt al een hele tijd. En de trein om het aardgas vrij te maken, die komt nu ook echt op het spoor. We zijn ook met z'n allen gaan kijken van waar kunnen we nou zo goed mogelijk die transitie maken om van het gas af te gaan. En als je dan naar de stad kijkt, dan blijkt het ook zo te zijn dat het warmtenet er al is in Amsterdam. Die ligt in de naoorlogse wijken, omdat in die tijd dat net is aangelegd. Dat zijn ook precies de wijken die gemiddeld genomen in aanmerking komen voor een
grote beurt of een grote renovatie. En het is ook nog eens zo dat daar het woningbezit van de woningcorporaties sterker geconcentreerd is dan bijvoorbeeld binnen de ring. Ja. Dus er kwamen ook een aantal. Heel complex kan aanpakken. Dus er kwamen ook in die zin een aantal dingen bij elkaar. Ja. Dus het is ook voor de, laten we zeggen, voor de samenleving een relatief voor de hand liggende plek om mee te beginnen. Ja, helder. Hoe vinden jullie zelf dat het gaat tot nu toe? Nou, als ik kijk naar dat eerste spoor, het aardgasvrij klaarmaken, dus het isoleren, ventileren, dat gaat echt heel erg goed. Dus ik denk dat de meeste woningen waar we langskomen, of bij de meeste bewoners waar we langskomen, ook draagvlak halen en waar we het kunnen isoleren, dan isoleren we dat ook. Dus dat gaat eigenlijk heel goed. Dus daar hebben we denk ik in de afgelopen 5-6 jaar ook eens 10.000 woningen kunnen aanpakken. Dus dat tempo, dat gaat goed. Als het gaat over het aardgasvrij maken, dan hebben we nu ons eigen haard. Zo'n 10% van onze woningen hebben we aardgasvrij. Daarvan 3500 ongeveer op warmtenet. En daar hebben we wisselende verhalen. Dus zo eerlijk mogen we ook zijn. Dus bij sommige complexen gaat het hartstikke goed en hebben we het mooi aan kunnen sluiten. Zijn de bewoners tevreden. We hebben ook wel bij complexen waar we het heel moeilijk vinden om draagvlak te halen. Ja, en gelijk maar eventjes over dat draagvlak. Want dat is natuurlijk wel belangrijk om eventjes goed duidelijk te hebben. Stel, we hebben een complex. Hebben we met z'n allen democratisch besloten dat dan 70% van de huurders in dat pand daarvoor moet stemmen? En als je niet de 70% haalt, dan gaat het plan in ieder geval voor nu even in de koelkast. Het ophalen van die stemmen, hoe gaat dat tot nu toe? Het ophalen van de stemmen, laten we zeggen, dat geldt niet alleen bij het aardgasvrij maken van complexen. Dat geldt ook bij ingrijpende renovaties. Dus dat proces, dat doen we in principe al sinds jaar en dag. En dat gaat doorgaans gaat dat goed. Uiteindelijk is het ook een proces waarin je als bewoners en corporatie met elkaar tot overeenstemming komt van dit is een pakket wat evenwichtig is en waar zowel de bewoner beter van wordt en de complexen. Als het over aardgasvrij gaat, is dat toch een ingrijpender verhaal, om het zo maar te zeggen. Wat is het dan precies? Wat komt er voor in de plaats? We zijn allemaal zo gewend aan gas. We weten precies wat er voor invloed op de rekening is als je de verwarming een tijdje wat hoger zet. Daar hebben we allemaal heel veel gevoel bij. En warmtenet is voor mensen toch iets nieuws en iets vreemds. Er zijn dingen aanwijsbaar waarvan wij ook als corporatie denken, dat is best prettig aan warmtenet. Dus die vertellen we ook graag. Alleen er zijn ook verhalen die gaan over het systeem erachter, de vastrechtkosten, zoals net al werd aangehaald. En dat is voor ons als corporatie een iets moeilijker te vertellen verhaal. Want dat gaat ook een beetje over wat we als samenleving willen en de keuzes die we daarin maken. Ja. Ja. En daarin lukt het ons niet altijd even goed om dat verhaal over de bühne te brengen. U zegt wel heel mooi, we komen iets vertellen dat het iets goeds is. Dat de woning wordt beter geïsoleerd. Wellicht ook aardgasvrij gemaakt. Maar wat ik ook veel heb gehoord is dat veel mensen overzien dat eigenlijk helemaal niet. Het is niet dat er even één klusjesman langskomt die even één dag wat wol tussen de muren stopt en dan weer vertrekt. Dat is het niet. Het is vaak een wekenlang proces. We kennen allemaal personeelstekort. Dus het duurt ook wel weer wat langer. Het is rommelig, het is stoffig, het zijn mensen. De ene kan daar beter mee omgaan dan de ander. Het is best complex daarbij. Dus wat precies verandert er dan in mijn woning? Moet mijn koelkast opeens ergens anders staan? Komt er een nieuwe apparatuur dan in mijn woning? Hoe werkt dat? En als je dat soort vragen allemaal probeert te stellen en tegelijkertijd misschien wel worstelt met achterstallig onderhoud wat al 2-3 jaar niet echt goed geadresseerd wordt, of eigenlijk net niet goed genoeg wordt opgelost, heb ik ook van echt veel bewoners gehoord dat ze dan zeggen, laat maar, ik heb hier geen vertrouwen in. Ik heb hier helemaal geen vertrouwen in dat er nu opeens kunnen jullie alles oplossen, lekkage van weet ik veel hoeveel jaar, en wordt mijn F-label, wordt een B-label, of wat jullie ook ervan kunnen maken. Na mij de zondevloed, denken dan ook veel mensen. Of ander scenario, wat jullie vast ook bekend in de oren komt, zijn oudere mensen die ook denken, laat mij gewoon lekker hier mijn tijd uitzitten in deze flat. Doe ermee wat je wilt daarna. Maar laat mij alsjeblieft even met rust. Als ik ook naar jullie jaarverslagen kijk, en überhaupt alle complexen die we zijn afgegaan, zo'n vaart vordert dit natuurlijk ook weer niet. Het is niet dat er heel veel complexen nu alweer van het gas af zijn en geïsoleerd zijn. Het valt misschien een beetje tegen. Dan wil ik hier toch graag ook eventjes naar de gemeente kijken. Want kijk,
hoe je het ook bent of verkeerd, jullie, Frans en Erik, jullie zullen moeten gaan uitvoeren. Of in ieder geval de corporaties zijn min of meer belast met de taak om bij mensen die ja stemmen uit de brievenbus te trekken. Maar als gemeente, hadden jullie dit voorzien? Dat het toch best nog wel een taak zou kunnen gaan worden om bij mensen achter de voordeur hen te overtuigen dat dit een goed plan voor hen is? Nou, ik ben er wel van overtuigd dat de warmtetransitie, om het heel even zo te noemen, de lastigste is van de hele energietransitie. Waarom dan? Omdat je achter elke voordeur van elke Amsterdammer moet komen. En achter al die voordeuren zit een eigen verhaal, zit een eigen werkelijkheid, zitten eigen problemen, zitten eigen zorgen. En vaak is soms is de verwarming er één van, maar vaak ook niet. En of is het een zorg, maar staat die toch lager op het prioriteitenlijstje? Dus enerzijds, ja, we hadden dit verwacht. Anderzijds, het is echt wel hele taaie materie. Dus ik herken heel goed wat je zegt. Het is moeilijk, er is soms gebrek aan vertrouwen in instanties. Dat kan richting corporaties zijn, maar in alle eerlijkheid, dat is ook richting de overheid. Zeker. En daar hebben wij ook, denk met elkaar, als corporaties, als gemeente, achterstallig onderhoud. Om ook dat vertrouwen weer terug te winnen. Maar wat doet u daar dan aan? Nou, we proberen zoveel mogelijk in gesprek te gaan in buurten waarin we actief zijn. We zijn daar ook heel erg in aan het leren. Ik geloof dat we daarin dingen niet altijd even goed hebben gedaan. En we proberen continu te leren, want we zitten met elkaar in een transitie. Voor ons als gemeente is dit ook nieuw. Is dit ook een leerproces? En ik denk dat we dat proces met bewoners in Amsterdam steeds beter doen. We proberen steeds nieuwe dingen uit. In de Wildemanbuurt hebben we samen met bewoners een kookboek gemaakt. Hoe kun je nou koken zonder gas? Gaat dat goed? Kun je nog wokken? Dat is een voorbeeld van in ieder geval een nieuwe manier van meer participatie en meer contact in de buurt. Daar zijn we continu in aan het leren. Dat proberen we steeds beter te doen. Maar daar zit zeker ook nog. Daar kunnen we ook nog dingen beter in. Ik kan me ook voorstellen dat het belangrijk is voor mensen om te weten of ze nog kunnen wokken. Maar dat klinkt dan ook een beetje alsof dat eigenlijk al een beetje in de fase zit dat er al voor hen besloten is dat ze elektrisch moeten gaan koken. En dat er dan met hen wordt meegedacht over hoe we dat dan zo comfortabel mogelijk kunnen inrichten. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat bewoners zeggen, ik wil inspraak in welke warmteaansluiting ik krijg. Mag ik niet bijvoorbeeld een warmtepomp of ik noem maar wat. Dat we met z'n allen van het gas gaan, dat hebben we met elkaar besloten. Dat staat in de transitievisie warmte. Het gas wordt uitgefaseerd, het is landelijk beleid, het is gemeentelijk beleid. Dus dat je niet meer op gas kan koken, dat is op een gegeven moment, kan dat niet anders. Wat betreft de voorkeursopties in een wijk, we hebben als gemeente Amsterdam, dan wordt het een beetje technisch. We hebben een transitievisie warmte gemaakt. Waar is nou welke warmteoplossing, een warmtenet, een warmtepomp, welke past het best? En juist in collectieve, in hoogbouw met hoge dichtheid, is een warmtenet de beste, de maatschappelijk meest voordelige oplossing. Roze Marijn, ik wil jou heel erg hartelijk bedanken voor dit panel. Jij mag zo meteen weer plaatsnemen op de eerste rij. Dan roep ik Hielke Ploeg naar voren. Hielke, voordat ik jou ga introduceren, gaan we heel eventjes kort kijken naar een klein stukje uit het fragment van de reportage van AT5 die samen met ons is gemaakt. Dat is een reportage die gaat over het wantrouwen tussen huurders en corporaties. Even een klein stukje daaruit. Nou ja, het is hier nu eerst dus nu nat. En dat komt uit het kozijn. En als het nog ietsje harder gaat regenen, komt het daar uit dat gat. En hoe lang zit dat er al? Dat gat zit er nu ruim een jaar. Barbara Lin huurt al 20 jaar een woning van Stadgenoot in West. Een fijne woning, maar door het vele achterstallige onderhoud wordt het woonplezier steeds minder. Bij ieder mankement aan de woning deed ze een melding, maar er kwamen nauwelijks structurele, duurzame oplossingen, waardoor de problemen steeds weer terugkwamen. En dan heb je het over lekkage, over grote barsten in de muren, schimmel, lekkende kozijnen, dat soort dingen. Dit was de slaapkamermuur, de beruchte barst in de slaapkamermuur van bijna 5 centimeter diep. En dit is de barst in zijn geheel, die dus diagonaal van linksboven naar rechtsonder helemaal liep. Daar wilden ze een stucadoor voor sturen. Daarvan zei ik al van, nee, die muur die moet kaal, want die barst die loopt niet alleen in het stukwerk, die loopt ook in de bakstenen. Nou, toen is er tegen mij gezegd van, ja, maar in de ogen van bewoners is het altijd erger dan dat het echt is. Hielke, jij bent projectleider bij Stichting Woon, onafhankelijke stichting, betaald door de gemeente en jullie staan huurders bij met klachten of vragen over renovaties, verbouwingen, bemiddelen ook tussen huurders en verhuurders. Jij bent in verschillende wijken in Amsterdam heel concreet betrokken geweest bij die aardgasvrij transitie en hebt nu een iets meer
overstijgende rol. Je zit ook aan tafel met de gemeente, met de corporaties en brengt er elke keer perspectief van de huurders in aan tafel. Fijn dat je er bent. Gelijk maar eventjes naar die reportage. Het lijkt misschien weinig met elkaar te maken te hebben. Een scheur in de muur en de aardgasvrijtransitie. Maar het is toch iets wat wij vaak horen. Dat achterstallig onderhoud komt elke keer terug als het gaat over... ik vertrouw mijn woningcorporatie niet. Dat zij nu de beste oplossing voor mij hebben. Herken je dat? Ja, zeker wel. Een van de voorbeelden is in de Wildeman. Daar is vorig jaar rond deze tijd een informatie-inloopmarkt geweest over... waarbij corporaties deelden... de mededeling deelde van wij zijn hier van plan om een warmtenet aan te gaan leggen. En dat was eigenlijk de hoofdboodschap. En waarbij een ander bij Stadgenoot, van mijn eigen haard, dat mensen aanklopten van ja, alles leuk en aardig. Maar voordat jullie wat willen gaan doen, dan moet je eerst wat aan mijn woning gaan doen. Dus dat komt heel duidelijk bij eigenlijk in alle projecten waar de sprake van is van hey, we willen hier aardgasvrij gaan maken. Komt eigenlijk overal. Dat is een van de belangrijke dingen die we veel horen. En helemaal nu in deze tijd, vooral jaren 60 woningen, de Wildeman is dan het voorbeeld waar AT5 ook veel aandacht aan besteed heeft. Waar nu een actiegroep ook is opgestaan. Waar de schimmelproblematiek en ook grote gezinnen in kleine huizen. De woningmarkt komt dan gelijk ook weer om de hoek kijken. Dat soort problemen komen gelijk naar boven als je het hebt over er gaat mogelijk wat in je huis gebeuren. Ja. Dus eigenlijk gewoon het algemene idee, de woningbouwcorporaties zijn heel lang niet voor mij geweest. Waarom dan nu wel? Of komen ze dan nu wel met een goed plan? Dat is helemaal. Dan kom je ook weer op de Wildemanbuurt. Wat daar dan ook nog een ding speelt. Wat er ook heel erg naar voren kwam van ja, maar ze luisteren toch niet. En dat is ook nog het probleem. Wat er ook nog naar voren kwam, een gesprek van daar is een actiegroep op gestaan die zei van ja, er is een heel probleem in onze buurt. We gaan even los van het thema aardgasvrij. Maar wat daar dan speelt, en dat speelt voor mij in veel meer buurten in Amsterdam. Er zijn heel veel problemen in onze buurt. We hebben heel veel last van vocht en schimmel. Maar er gebeurt niks. En waarop de corporatie zei van ja, maar wij krijgen geen meldingen. Dus op onze papieren staat jullie buurt helemaal niet bovenaan een prioriteitenlijstje. Maar ergens halverwege. Omdat er geen melding gedaan wordt. Er worden geen meldingen gedaan omdat mensen... of slechte ervaringen hebben dat meldingen niet opgevolgd worden... of dat ze er niet doorheen komen. Of dat ze de verhalen hebben van buren die zeggen dat niet gebeurt. Dus denk je, dan heeft het toch geen nut. Dus het is ook door ervaringen of verhalen... dat mensen niet meer durven, willen of kunnen. Ja. Ja, helder. En dan ook gelijk toch maar eventjes die vraag aan jou... die we ook in het eerste panel bespraken. De Wildemanbuurt is een goed voorbeeld, denk ik, van een kwetsbare... buurt waar het moeilijk is voor veel partijen om achter de voordeur te komen. Is het volgens jou een goed idee om in die wijken te beginnen? Dat is wel gauw even aanvullen op Roosmarijn. Van in de stukken van dat is inderdaad van 2018, 2017. Van waarom in deze buurten. En een van de dingen die daar ook in staat vanuit gemeentebeleid is van nou, dit zijn buurten waar kwetsbare mensen wonen. En daarom kunnen we die best zo snel mogelijk van het gas afhalen. Want dan zijn ze beschermd. Tegen? De mogelijke hogere prijzen van gas, van die onzekerheid van waar we nu dus in zitten, maar waar we nu ook merken van dat de gasprijs is hoog. Door de hoge prijs vorig jaar is nu de warmteprijs hoog. Dat geeft iedereen onzekerheid over alles. Ja. Dat is de tijd nu waar we in zitten, wat het nog ingewikkelder maakt eigenlijk. Ja, Erik, jij begon er net over, dus ook even terug naar jou. Klopt het dat er ook wel gewoon elementen zijn waar je als woningbouwcorporatie moet zeggen... ja, dat weten we eigenlijk ook niet zo goed wat we bewoners daarover kunnen beloven? Bijvoorbeeld of ze niet daadwerkelijk duurder uit gaan zijn straks. Die belofte kunnen we niet geven. Net zo min, dat kunnen we het ook niet geven over de gasprijs natuurlijk in de toekomst. Dus dat is van allerlei dingen afhankelijk die buiten onze invloedssfeer liggen. En dat is ook het eerlijke verhaal. Dus dat betekent dat je ook niet kunt zeggen... ik heb een offer you can't refuse of iets dergelijks. Want dat zou niet reëel zijn. Wat je wel kunt doen is zo goed mogelijk proberen... dat naast de huidige gassituatie te leggen... en zo vergelijkbaar mogelijk te maken met voorbeeldberekeningen en dat soort zaken. Maar die garantie kun je niet geven. Wat we natuurlijk wel doen, is dat we tegelijkertijd... het gebouw isoleren. Ja, dus je zult wel minder warmte gebruiken. Dat is wel goed uit te leggen en aannemelijk te maken. Ja, alleen dus wat ook... de prijs daarvan is, dat is dan weer...
Ik heb net erg veel gefocust op de bewoners die we in de wijken spreken, die natuurlijk die of nee hebben gestemd of van plan waren om nee te stemmen of nee gaan stemmen. Spoiler. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die wel heel graag klimaatbewust willen wonen, die wel duurzaam willen zijn, die echt daar ook naar snakken. Maar die ook twijfelen aan dat warmtenet. En ook twijfelen aan dat die 70% draagvlak. Dat ze het voelt. Kunt u zich iets voorstellen bij dat woord poppenkast? Dat mensen dat gevoel krijgen. Kunt u zich dat voorstellen? Dat we warmtenet komen brengen. Dat er geen keuze is. Dat ze eigenlijk geen zeg hebben. Behalve tuurlijk is het fijn dat mensen het huis komen opknappen en isoleren. Zeker in de jaren 60 bouw. En dat moet gebeuren. Los van aardgasvrij of niet. En dat gebeurt ook. Dat is goed om te zien. Dat zien we ook terug in de jaarverslagen. Ja. Maar ik bedoel meer het idee dat het warmtenet is. Of een cv-ketel nog 20 jaar. Nou, even de hand in eigen boezem is ook dat wij zelf de overtuiging hebben, een groot deel van de medewerkers, in ieder geval bij Rochdale, dat warmtenet best een hele goede optie is. En dat heeft te maken met het feit dat we daar eigenlijk nooit weinig klachten van zijn, weinig storingen. We hebben ook bestaande complexen op warmtenet gebracht waar bewoners heel tevreden zijn. Dus er heerst bij ons wel een soort stemming. Optimisme. Maar ook misschien wel een te bevoogdend het idee van we komen toch kwaliteit toevoegen. Maar ook met de eerlijke boodschap dat we geen zekerheden kunnen geven. Je denkt soms als corporatie dat je daar komt met een aanpak en een project en dat het een soort van, dat de jubelstemming is van, we mogen, we gaan renoveren en we gaan isoleren en verduurzamen. En ja, dan is de realiteit soms echt anders. Wat er gezegd werd over het oud zeer wat er leeft bij corporaties, dat herkennen wij ook. Ja. En dat is ook inderdaad in dit geval bij Molenwijk zo, dat we niet altijd reparatieverzoeken adequaat genoeg hebben opgelost. En dat we daarin echt een hobbel te nemen hebben met hen, om dat vertrouwen dat project dan nu wel uiteindelijk hen waarde toevoegt, om dat over het goed licht te brengen, dat we daar echt flink in moeten investeren. Dus dat herkennen we zeer zeker. En ja, als er dan een bewoner is of bewoners zijn die zeggen, ja, eigenlijk vind ik mijn woning gewoon hartstikke goed zoals het is. En ik heb mezelf al geholpen door het al goed te isoleren. En dan denk ik van, ja, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik wil dit gewoon niet. En dan inderdaad misschien ook nog wel kritisch richting warmtenet of überhaupt de hele klimaatbeweging. Ja, als je dan invloed kan uitoefenen in de flat, dus als je kritisch bent, we hebben soms ook fans en die helpen ons heel erg om de bewoners te helpen om te zeggen we moeten gaan. Maar ja, soms heb je dus een flat waar iemand heel kritisch is en dan ook dat geluid er zo over de bühne kan brengen, dat we hem niet meer omgedraaid kregen. Ik kan me dat wel voorstellen, je zit daar tegenover een oudstel, dat is oud, woont er misschien al, staat zeg 20 jaar, in de Molenwijk bijvoorbeeld, dat kan. Ja. Zo lang staat het er zeker al. En die zijn ziek. En die gaan op den duur waarschijnlijk naar een andere woning. Die beter geschikt is voor de leeftijd. Misschien is het over 5 jaar. En zij zeggen gewoon, alsjeblieft, laat me met rust. Ja. Dat is lastig, want we zitten natuurlijk ook gewoon, dat zei mijn collega al aan het begin, met een deadline. Zeker. Nou kijk, we doen er echt alles aan. Dat zijn twee sporen. Want hoe kan je nou en daar begrip voor hebben en denk ik moet 2040 aardgasvrij zijn? Nou ja, er zitten hier een aantal mensen van onze corporatie in de zaal die dit vak dag in dag uit doen. Ja. En dan wordt er ook met hen gesproken over, ja, wat kunnen we dan doen om jullie dan toch in die 5 dagen of hoeveel dagen je precies bezig bent zo te ontzorgen en te helpen dat we die woning ook voor u fijn en klaar kunnen maken. Maar als het echt zo schrijnend is dat het niet kan, we hebben ook echt verduurzamingsprojecten gehad waar we dan zeggen van ja, maar dit is ook gewoon, dit kan gewoon echt niet. En dan slaan we u over. Weet je, die voorbeelden hebben we ook echt. Dus als het echt niet kan, dan gaan we daar echt niet van binnenuit allerlei dingen doen en alle ellende op de hals halen. Maar dat beoordelen we en dat is echt die menselijke maat ook wel. Dus dat proberen we zoveel als mogelijk te doen. Maar goed, weet je, het is natuurlijk wel lastig. We komen ook bij complexen waar bewoners überhaupt niet reageren. Of waar ze, dus dit zijn oudere mensen die zeggen dan nee, maar we hebben ook heel veel mensen die zeggen niks.
Nou, dat is misschien ook wel even goed om te benoemen. Want volgens de huidige regels is het dan dus zo dat als je niet je voordeur open doet, dan stem je dus niet. En dan telt jouw niet-stem telt als een nee-stem. Dat klopt. En dat is natuurlijk wel ingewikkeld. Dus we hebben nu een project in Zuid. Dat is dan geen van het gas af project, maar een aardgasvrij klaar project. Waar ook dat draagvlak voor moet worden gehaald. Waar ook draagvlak voor moet worden gehaald. Dan zijn er 91 mensen die zeggen ik wil. Dan zijn er ook mensen die zeggen ik wil niet. En dat is een hele grote groep die zegt niks. En inderdaad, daardoor halen we die 70% niet. En dan zitten we wel met de hand in ons haar. Want dan vinden we vanuit de wetgeving vinden we dat wel ingewikkeld. Want dan laten we ook die 91 ja-stemmers, laten we dan ook daarmee in de kou staan. En nou wordt er, geloof ik, vanuit de politiek nagedacht om dat stelsel een klein beetje te veranderen. Om in ieder geval te zeggen, niet-stemmers zijn geen nee-stemmers. Ja, dat zou enorm helpen. Dan kijk ik ook even naar Hielke, want jij bent er voor het bewonersperspectief. Goed idee, helpt dat? Is dat wat we moeten willen? Weet ik niet. Ja, het is heel erg van hoe je er naar kijkt. Dus het is ook de vraag van waarom stemmen die mensen niet? En dat is eigenlijk de allerbelangrijkste vraag die je moet stellen. Van hoezo bereik je die mensen niet? Wat is daar aan de hand? Wat is de reden dat die zich niet uitspreken of ze iets een goed plan of een slecht plan vinden? Daar speelt het vertrouwen misschien wel een rol in. Daar speelt taal een rol in. Dat is zo ongelooflijk divers wat daarachter zit. Ja, dus eigenlijk zeg je daarmee ook, we moeten meer begrip hebben of ons meer verdiepen in die niet-stemmers. Maar goed, straks zegt de politiek wel, nou, weet je wat, we gaan van 70% naar 50%. Of niet-stemmers worden nee-stemmers. Wat zeg jij dan? Of worden ja-stemmers, sorry. Nou ja, als je die neutrale ja, ik vind het lastig om daar een uitspraak over te doen. Maar de 70%, dat is sowieso iets wat gerechtelijk is vastgesteld. Dat je 70%, dat je dat moet halen. Dat is ook vastgesteld vanuit de huurders, hè? Daar zijn rechtelijke uitspraken over gedaan. Van dat dan een redelijk besluit is. En ik vind het een lastig om een uitspraak over te doen van wat je nou, of die mensen die niet stemmen, of je dat dan of je die dan uit de stemming moet halen. Goed, we hebben gehoord, mooi plan op de tekentafel, lastiger in de praktijk. Die deadline van 2040 die ligt er. Sorry, maar ik ga het toch vragen. Gaan we dat halen? Ik begin bij jou, Frans. We hebben gewoon de plicht om ervoor te knokken. Stap voor stap, complex voor complex. Zeker als het gaat over het plan rondom warmtenetaansluiting, denk ik dat we heel ver kunnen komen. Er zijn echt ook nog wel een hele ingewikkelde buurt in Amsterdam. Zeker als je kijkt naar het centrum en wat we daar gaan doen. Dus gaat 2040 echt lukken. Dat wordt echt een uitdaging. Maar we knokken ervoor met elkaar. Dat is goed om te horen, Erik. Je hoeft niet hetzelfde. Ik denk dat het niet realistisch is. Ik denk dat het niet realistisch is. Ik denk wel, of ik vestig mijn hoop erop dat naarmate we meer ervaring krijgen. Vaak dat nieuwe dingen die gaan op een gegeven moment krijgen ze een soort versnelling. Ja, en, dus de kinderziektes dus daarop moeten er nog even uit. Nou ja, ja dat klinkt een heel. Je hoopt in ieder geval dat op een gegeven moment in een stroomversnelling gaat komen. Ja. Ja. Maar dat we ook hebben ontdekt welke voorwaarden er echt nodig zijn om het te kunnen doen. Ja, Hielke? Paulien Westendorf van 02025 had iets van het gaat als een curve van het begint langzaam en op een gegeven moment gaat hij heel stijl. Dat bedoel ik, ja. En ik denk, als echt het gevoel in de hele stad begint te leven, dat alle bewoners van de stad beseffen van hé, wat moet er gebeuren? Wat aan tafel ook al horen van dat binnen corporaties en met de gemeente steeds beseffen van we moeten echt gewoon met bewoners samen aan de slag. En als dat zich voortzet en het echt samen gebeurt, wordt wel moeilijk, maar dan is het een mooi streven om 2040 te halen. Ja, dan is er natuurlijk nog één iemand van wie ik het ook graag eventjes wil horen. Die zit er op de eerste rij. Ik geloof in die tempoversnelling dat wanneer er steeds meer ervaring komt met deze nieuwe techniek, wanneer je steeds meer geluiden hoort van je kennissen, van je buren, dat het prettig is, dat het goed is gegaan, denk ik dat we met elkaar echt wel in een hogere versnelling kunnen komen en dat het doel dan binnen bereik komt. Dat het een eenvoudige opgave is, dat is het zeker niet. Nee. Maar dat denk ik wel. Ik ga voor nu hier afsluiten. Ik wil nog even heel erg graag mijn gasten van vanavond bedanken. Frans van den Kerkhof, Erik Nagegast, Rozemarijn Doornewaard en Hielke Ploeg. En natuurlijk mijn collega Catharina Schul. Graag even een applaus. APPLAUS